In de vorige aflevering van Netherland SMP vertelden Ixion, Robbie en Nigel het verhaal achter Robbieland en hoe ze terecht zijn gekomen in Netherland SMP. Daarnaast heb ik ook de inwoners van Robbieland verteld dat ik ga trouwen. Ook hadden we een achtervolging met Nooxie en Ixion en ik zijn nu op weg naar het lab om een gedeelte van Nooxie's geheugen te gaan wissen. Maar of dat goed gaat, dat zie je hier. Oké. Okay. Kom mee. Ik heb een idee, want ik heb dus het idee dat ze ons weer gaat afluisteren. Je moet je zus echt eens onder controle houden. Ja, kom mee. Oh. Live, gezicht gescand. Oh, dat is niet goed. Maar hij is gescand. Oké, even kijken. Dat geluid heb ik nog nooit gehoord. Ik ook niet. Dat is gek. Dat is een nieuw geluidje. Oké, we gaan even Nooxie zoeken. Nooxie. Alweer. Ixion. Hij gaat niet echt dood. Rustig, man. Hij gaat niet echt dood. Hey, Emma. Hey, Emma. Hij gaat niet echt dood. Rustig. Laat me even één ding zeggen. Only Emma werd net gevraagd door Nooxie om naar Robbieland te komen. Dus Nooxie is niet echt weg. Wacht, wat? Gewoon ergens hier. Okay. Oh, Nooxie. Nooxie. Wacht. Ik weet iets wat de vorige keer ook hielp. Nooxie, we hebben verse Friese aardappelen hier. Oh ja, wacht. Het helpt niet als je zegt dat haar broer doodgaat. Ja, zie je het! Nee, daar gaat ze! Nee. Nooxie, ik heb ze hier. Ik word aangevallen door die beesten! Kom hier, ik ga dood! Nooxie, kom hier! Nooxie! Wacht, ik probeer het te vangen, maar... Oké. Nooxie! Ze is vlucht naar Nieuw-Rusland. Wat moet ze daar nou weer? Waar gaat ze helemaal naartoe? Ik heb geen flauw idee. Nooxie! Zijn ze snel weg, jongen? Ja, echt. Ik weet niet wat ze op heeft. Waar is ze? Ik heb geen flauw idee waar ze is. We zijn er kwijt. Oké, Puk. Oh, Puk. Nee. Ze is sowieso bij de pinda. Ja. Waarom zou ze weglopen voor haar eigen broer? Wat? Hey joh, kom weg van mijn huis. We gaan het zo doen. Ik ga gewoon regelen dat, dat ze ook... Wat doen jullie hier? Is Mahmoud thuis, denk je? Misschien moeten we denken. Weet ik. Mahmoud? Hoe zijn die mensen? Ik moet zo nog even wat experimenten doen. Dus ik kan helaas niet langer zoeken. Nee, wij zoeken er wel. Als jullie naar het lab gaan. Ik zal het zo snel mogelijk regelen. Ja, komt goed. En dan ik hoop... Kom van mijn huis, hé! Zakpatat! Oké, laten we... Voordat Mahmoud boos wordt... Nooxie! Nooxie! Is er nog binnen? Nooxie is er nog wel. Nooxie. Oh. Ik ben er niet. Jullie kennen mij niet. Ik ben Ze heeft die rare bandana van daarom. Wie ben je dan? Ik ben iemand anders. Ik ben Jan. Ik ben Jan. Nooxie. Ik kan er wel roepen voor jullie. Ja, doe maar. Doe dan. Wacht daar. Oh ja, zij mag er wel in natuurlijk. Nee, Jan mag er niet in. Nooxie mag er wel in. Wie is Jan? Ja, dat is helemaal geen... Nooxie heeft een rare nieuwe hobby of zo. Dat ze het met bandana's rondloopt. Echt, volgens mij heeft veel naar Fortnite-YouTubers gekeken. Ik weet het ook niet. Ja. Maar, wat is Fortnite? Mag even. Ja, ik maar weet het ook niet. YouTube? Zou ze er al zijn? Ik heb ook nog wel een beetje. Hey, ik hoorde van mijn private spion dat je naar mij nodig had. Ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk, private spion? Ja, mijn privé-spion. Tuurlijk, joh, Nooxie. Huh? Vanger. Ja, meekomen. Meekomen. Waarom? Wat gebeurt er? Waarom? Jij moet nu meekomen. Oh god. Ja, Nooxie, je moet mee. Ik snap oprecht niet waar jullie het over hebben. Oh ja, nee, dat gaan we niet doen. Hij zag het van boven. Loop maar gewoon mee. Nee, zo werkt het niet. Waar ga je heen? We gaan nu naar het lab. Oh, kom maar mee. Ik snap niet helemaal wat hier gebeurt. Kom mee. Nee, het is maar goed. Voor je eigen bestwil. Is daar, kan je alsjeblieft even aan de kant? Oké. Waarom? Zou afstand nemen. Wacht even, ik zet je even vast. Alright, kan jij je armor uit? Doe je armor uit. Nooxie. Doe deze op. Wat is hier, man? Oké. Ik snap niet wat hier gebeurt. Ik snap Nooxie, niet doe maar even je ogen dicht. Wat doe je? Doe maar even je ogen dicht. Wat doe je? Herinneringen nakijken. Nee! Wat doe je? Herinneringen nakijken. Herinnering. Bruinhof. Wat doe je? Nee. Laat me los. Laat me nu los. Rustig. Dit is voor je eigen bestwil. Fout opgetreden. Herinnering, waarzeggerij. Verwijderen. Ja, nee. Nee. Ja. Rustig. Hij heeft geklikt op op de knop. Verwijderd. Is het goed gegaan? Ik heb geen idee. Nooxie. Hey, Nooxie. Wacht, ik maak er even los. Hey.
Wie ben jij? Nooxie? Oh nee. Oh nee. Nooxie? Wat heb je gedaan? Oh, ik heb wie? Specifiek... Ik was hier al bang voor, wat? Ik zei het nog zo. Nee, maar... Nooxie? Dat kan niet. Hey Nooxie. Oh nee. Hoe weet je mijn naam? Nooxie! Oh nee. Oh. 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 Wat kan je... Wacht, we gaan terug. Ik zet haar terug. Waarom? Ik zet haar terug. Wat doe je? Ik zet waarom haar terug. Waarom heb je... Kom, terug. Ze moet terug. Waarom kan je in de stoel zitten? Zet er vast, zet er vast, zet er vast. Ja, ja, oké, staat vast. Wat gebeurt er? Wat doen jullie? Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ja, vertel. Herinneringen Nooxie ophalen. Naar die herinnering. Wat gebeurt er? Waarom heb je me vast? Let op. Herinneringen Nooxie terughalen. Herinneringen teruggehaald. Brein weer terug geïnstalleerd. Herinneringen teruggehaald. Okay, maar herinneringen teruggehaald of voltooid. Oké. Okay. Herinneringen teruggehaald, voltooid. Ja, wacht even. Ze heeft nu al haar herinneringen terug. Nu ga ik alleen heel even nog een keer specifiek kijken of ik de waarzeggerspraktijk van haar herinneringen kan verwijderen, hoor. Herinnering waarzegger. Ik vind het echt heel spannend. Ja, sorry dat je er niet mee moest maken. De trouwerij zou goed verlopen. Ja. Ik heb een idee, Puk, ik heb een idee. Ja, ja, vertel. Als ik jouw zin, dat jij zegt dat het goed zou verlopen, ga veranderen. Ik herschrijf het naar het gaat niet goed verlopen. Ja, is goed, is goed. Heb je gelijk. En dan moet ik dat dan inspreken? Ja, graag. Wacht even. Recording aan. De trouwerij gaat niet goed verlopen. Wacht. Oh, er was even een storing, er was een error. Oké, nog een keertje. Even kijken. Recording aan. Oké, de trouwerij gaat niet goed verlopen. Nigel, kappen! Oké. Oké, ik ga nog één keer. Wacht even. De recording zou mislukt. De microfoon was nog niet goed ingesteld. Oké, is goed. Opnemen starten. Nee, gelukkig had je dat ook op achtergrondmuziekje in je winkel. Dus dat komt. De trouwerij gaat niet goed verlopen. Zin geüpland. Hou je van shoppen? Zou ik zo wel laten. Zin herschrijven. Herinneringen uploaden. Ja. 20%. 90%. Herinneringen terug geïnstalleerd. Oké, top. Status oké. Update oké. Oh, jongens! Okay. Oh, jongens! Oh my god! Wat heeft dit met haar gedaan? Nooxie? Dit was de bedoeling! Bonjour, le chef, le serveuse, waarom is dit nou? Waarom lachen jullie? Nooxie! Bonjour, je nog le pas français. Nooxie, zou je voor mij de helm af kunnen doen? Want misschien dat daardoor... kan je hem afdoen, alsjeblieft? Bro, je moet dit dichtmaken. Wat heb jij met mij gedaan? Bro, heb je spullen? Je moet dit nu dichtmaken. Bonjour. Maar dat is ineens Frans! Let op, ik ga heel even haar accent regelen. Wacht even. Emma, we hadden die date met Unki en jij en ook... Wacht, dat weet ze niet. Oké, volgens mij hebben we haar brein kapot gemaakt. Herinneringen, Nederlands, terughalen. Maar, even die helm nog steeds verbonden. Ik weet niet waarom je het geplant. Ik ga hier weg. Nee, Nooxie! Blijf, kan je nog iets herinneren? Waarom was ik daar? Dat is jouw broer. Mijn broer? Dat is jouw broer. Heb ik een broer? Je hebt een broer. Kom, we gaan kennis maken met je broer. Maar ik wil helemaal geen broer. Nou, dat moet je tegen je ouders zeggen. Ik weet alleen dat het kind die mijn vader is, maar ik weet helemaal niet dat ik een broer heb. Hier, je hebt ook een broer. Kom, we gaan kennis maken. Nee, wachten, ik wil geen broer. Ik wil geen broer. Mag je armen hebben? We hebben haar kapot gemaakt. Ja, ze kan zich gelukkig ook niks meer herinneren van die... Ja, ik denk dat ze zich ook niks meer kan herinneren van die ene keer. Het laatste wat ik nu kan herinneren, dat ik een date aan het voorbereiden was voor Emma. Hey, maar ik zie er ook anders uit. Ik had een snor. Ik zie het als een win. We hebben het soort van gefixt. Het probleem is soort van opgelost. Nooxie? Ja? Weet je nog dat wij beste vriendinnen zijn? Ik kan me alleen herinneren dat ik een date aan het regelen was. Puk. Je hebt haar kapot gemaakt. Ik heb haar helemaal niet kapot gemaakt. Er kwam een creeper die de stoel ontplofte. Wie? Heb jij een man? Heb ik een man? Oh nee. Oh, dit is erger dan alle gedachten. Ze is alles daar. Kijk uit, de terror duif. Dat weet ik hoe ik dat moet oplossen. Volgens mij was het gewoon goed gegaan, maar alleen volgens mij is hij bij 99% is hij ontploft, die stoel. We moeten er weghouden van Link de komende tijd, denk ik. Ja,
Link? Waar zijn die jongens van net? Waar is Ixion? Ik heb geen flauw idee waar Ixion is. Ik ben bijna nooit in Robbieland geweest, dus ik weet niet waar alles iedereen is. Ik weet niet hoe ik dit aan Link moet gaan uitleggen, aan een honkie, aan iedereen in België. Nou, weet je nog wie ik ben? Ik heb een rondleiding gekregen van jou in Friesland. Ja, dat klopt wel, maar dat was het eerste wat... Oh, dat is het enige. Ik ben ook echt al super lang beste vriendinnen met Nooxie. Dus het is ook heel raar dat ze dat niet meer weet. Puk, blijf hier met haar. Ik ga de rest zoeken, ja? Ik wil eigenlijk naar huis. We gaan je zo thuis brengen. Weet je nog waar thuis is? In Nieuw-Rusland. Nieuw-Rusland? Ik woonde daar. Je woont daar? Ja, in het huis van Nooxie, je woont in België. Je hebt een man. Ik heb... Wat? Je woont in België, je hebt een man, je hebt een broer. Nee, je liegt. Oli Emma is je beste vriendin. Je liegt. Nooxie. Je liegt. Ik ga naar Nieuw... Nooxie. Waarom sla je mij? Je bent gevaarlijk. Voor je eigen bestwil. Puk is gevaarlijk. Ze probeert te ontsnappen. Ik ben naar huis. Ze probeert te ontsnappen. Nooxie, wat is ze zegt dat ze in Nieuw-Rusland woont. Nee, kijk eens boven je naam. Ah! Leuk ook dat ze mij een graf gebruikt. Wacht, staat er ook iets boven mij? Het blijft ook gewoon leuk. Ik ben in Nieuw-Rusland. Ik ben een date aan het voorbereiden voor Emma en Honky. Dat is niet meer nodig, denk ik. Nee. Hoezo? Ik heb me helemaal voorbereid. Soms houden papa en mama niet meer zo van elkaar. Honky en ik vinden elkaar niet meer zo leuk. Hoezo? Ik heb helemaal een date voorbereid. Nooxie, die date is al geweest. Die is al heel lang geleden geweest. Helemaal niet. Die heb je al gedaan. Nooxie. Die date is morgen gepland. Oh, ik had jou als band. Ja, Dat klopt. Ik stel voor dat we er gewoon maar naar België toe brengen. Ja. Jij woont in België. Je woont in België. Wow, wat heb je aan? Hallo? Hey Pudding, wat doe jij hier? Pudding is altijd welkom. Pudding is vriend. Ja, klopt. Mag ik naar u? Waar is she friend? Nigel? Oh, Pudding. dat is een verhaal. Er is niks aan de hand. Is het al zo laat? We hebben al een wat groter probleem eigenlijk. Het is niet zo in bed. Wat dan? Zullen we even hier weggaan, jongens? Ik word hier een beetje gek. Ja, ik ook. Nooxie, die weet dus niet meer wie Link is. Ze denkt dat ze in Nieuw-Rusland woont. En ze is nog steeds bezig met de date die ze voor mijn honkie aan het regelen was. Terwijl dat 2 weken geleden was. Oh, wacht. Weet jij ook hoe Robbie zich voelt? Ik heb Robbie een beetje boos gemaakt. Nee, dat is niet zo. Dat is een grapje. Haha, Robbie maar dit is, komt is dus helemaal... allemaal doordat tijdens die transfer van haar herinnering, toen werd de stoel opgeblazen. Ja, en nu is alles door elkaar heen. Er is net een herinneringstransfer geweest omdat ze iets heeft gehoord wat ze niet mocht horen. En Barend heeft een beetje een foutje gemaakt. Toen kwam er een creeper en toen ontplofte Ixion, ik noem hem Barend. Net als dat ik Larissa Lara noem. Het is een beetje fout gegaan. Ze heeft een Frans accent. Het is, sorry. Het spijt me een beetje. Wait. Je m'appel, Pielding. Bonjour, je m'appelle Nox. Oh, fuck, she's really French. Ik kom niet naar de trottoir. But you said she doesn't remember Link. Nee, klopt. Ze weet dus niet meer wie Link is. Ze weet niet meer dat ze getrouwd is. Isn't that a good thing? Ja. In de meeste gevallen ja, maar... Who wants to know Link? In de meeste gevallen is dit inderdaad een voordeel, maar... Dit is letterlijk zijn vrouw. Ik zit niet thuis. En ik weet niet hoe het werkt. Ik heb geen idee hoe het werkt. Ik weet alleen iets over robots. Meer weet ik niet. Ik denk dat we dit, zeg maar, niet aan Link moeten vertellen. Ja, ze denkt dat ze in Nieuw-Rusland woont. Je woont in België. Maar wacht even. Ik denk dat ze denkt dat ze bij Kenzie woont. Maar dat is toch helemaal niet erg om daar even daar neer te zetten. Want Kenzie is een dokter. En haar vader. Dat is inderdaad waar. En dan hebben we een reden. En dan hebben we een reden dat zij eventjes niet bij Link is. Want als Link hierachter komt, dan zijn we er geweest. Ja, ik denk dat het goed is. Zullen we haar naar de Nieuwe Rusland brengen? Ja, wat vertellen we tegen Link als hij vraagt waar Nooxie is? Die is op vakantie naar Pixeland. Die is op vakantie naar Pixeland. Ja. Ik ga naar Nieuw-Rusland. Ja, we gaan naar Nieuw-Rusland inderdaad, Nooxie. Ga jij maar gewoon werken aan de date tussen Emma en Honky. Oké, we gaan naar Nieuw-Rusland toe. Waarom gaan jullie allemaal mee?
Jullie wonen hier niet. We willen zorgen dat je veilig thuis komt. We gaan het even voor zorgen dat je veilig thuis komt. We maken ons zorgen om je. Ik snap dat jullie mij willen beschermen omdat ik een meid ben, maar ik red me wel. Nee, maar Kenzie is mijn beste vriend. Dus okay. Slaap lekker, Nooksie! Beetje meer. We moeten trouwens nou mijn getuigen zijn op mijn bruiloft. We moeten dit gewoon oplossen. Komt er, ik ga dat lab zo meteen wel even maken en dan... Ja, inderdaad. We moeten met Ixion gaan fixen. En anders hebben we altijd nog in het schip zo'n machine. Maar daar kun je niet zomaar in, want als je geen juist DNA hebt, dan word je neergeschoten. Dus ik moet dat eerst even fixen. Oh, oké. Okay. Nou, gelukkig wilde Ixion het toch al onderzoeken. Bering. Hier. Het spijt ons dat het zo verwarrend is. I have actually no clue, bro. I have no clue. I just came here and she's talking French. I'm so cool. Ja. Waarom ben jij Engels? Wat ben je? Hoe is dit? Hallo? Mammel? Mama, dat is gratis navels. Waarom ben jij Engels? I can't find them. Oh, oké. Ik snap niet wat jullie hier doen. Oh. Oké, dan doei. Oké, doei. Oké, doei.